Kop de Feur wordt mede mogelijk gemaakt door Patje in Waterhuizen en door Easy Toys in Veendam. Oh, wat een tijd, ja, een en ander leur. Maar geen paniek, want samen gaan we deur. Ik zeg het tegen iedereen, Kop de Feur. Hier zijn we grandioos in fun. We zijn bij het afvalbrengstation. Ontzettend druk hier. Dus ik denk dat die mensen zo hard zich in het zweet werken dat ze wel behoefte hebben aan een stukje worst. Namens de gemeente. Namens de gemeente. Een borst onder de riem. Een borst onder de riem. Ben jij Richard? Ja. We doen even zo, want we hadden natuurlijk handgeven. Hoi, ik ben Ineke. Hoi. Nou, we hebben de eerste drie al uitgedeeld. Heel goed. Ik ben die deur. Hey, als kwam hier niet binnen. Hoe is die? Goed. Goed, we hebben alles onder controle. We reden net langs een gigantische file. Ja, ongelooflijk. Goed, ja. Alsjeblieft, jongen. Ja, borst, dankjewel. Namens de gemeente. Dankjewel, top. Maar kun je dit bolwerken? Want... Ja, dat is ongelooflijk. Dus dit gaat echt al vanaf de coronatijd. Dit is nou een, week of zeven. Elke dag staan ze gewoon tot aan de McDonald's. Onverstaanbaar. Je bent echt tot aan de McDonald's? Ja, ja. Ik dacht, wanneer ik ging stilstaan en Henk reed mij voorbij. Kijk, dat al even gebeld. Dom blondje! Ik had het al door dat al die mensen, ja. Maar kunnen jullie het kwijt? Ja. Okay. Dus, ik denk dat er geen afval meer over is in Groningen. Zoveel. Ja. Echt, echt. En moet je nog extra mensen zelfs erbij, of hoeft dat niet? Nee, we laten maar 5 auto's per keer toe. Dus op zich op de bult valt voor mij. De mensen op de bult hebben het gewoon de hele dag druk. Maar er zijn maar 5 auto's per keer. Dat is eigenlijk voor hun niet anders dan anders. Nee, het loopt alleen wel de hele dag door. Hey, namens de gemeente aangeboden. Namens de gemeente. Het is een worst onder de riem steken. Oh, wel maar. Oh, je kunt de jongens zo goed in de gaten houden hier. Ik hou alles in de gaten. Dit is de uitkijktoren noemen we dit. Maar weet je wat ik niet snap? Dat het gewoon allemaal, dat jullie het allemaal kwijt kunnen. Want als er dus echt veel meer mensen zijn dan normaal. Ja. Hoe kan je het afval dan kwijt? Nou, kijk, die containers die hier staan, die worden iedere, normaal gesproken worden die zeg maar 1 keer per dag leeggehaald. Mm-hmm. Of worden die gewisseld. Mm-hmm. Bij de vrachtauto heen en weer. En nu gebeurt dat soms wel 2-3 keer per dag. Dus, maar aan de andere kant dan, waar het wordt geleverd? Bij de fabriek, ja, daar kunnen ze het gewoon kwijt. Die fabriek is een monster. Oh ja? Ja, die vreet alles over. Ah, die vreet alles over. Ja, dat is ongelooflijk. Mooi, geweldig. Hey, mooi Henk. Dankjewel, jongen. De beste worst die er is, jongens. Goeiedag. Een stukje worst onder de steek. Oh, man, hè? Dus door een kampioen gemaakt, deze worst. Ja, zeker, ja. Even met liefde op. Goed zo. Met liefde gemaakt, met liefde opeten. Oh. Dus jij wil worst meer, hoor? Zeker wel. Echt, dank je wel. Wat hebben die jongens allemaal een haast hier? Ja, de werkdruk is enorm. Ja, dat is enorm. Ja, dat zie je. Mooi, hè? Henk, zit er nog iets tussen voor jou? Een klokje. Ik zou zo zeggen, werk ze. Ja. Henk, ik denk dat je het krat mee mag geven, hè? Ja, precies. Ik zal even kijken waar we in de auto hebben. Ja, dat is goud. Ik kom gewoon brengen, ja. Ik kom wat er in de auto is. Zet hem op, hè? Ja, is leuk. De broezen. We rijden weg bij het terrein. En Henk had nog even bedacht om ook de verkeersregelaars even een worstje te geven. Deurbroezers wordt mede mogelijk gemaakt door Smit Kwekerijen en de Marktslager. Hier zijn de grandioze fun. Hallo, ik ben een Brabander. Kom eens dichterbij. Nog dichter, dichter. Nog dichter. Dichter, dichter. Alex Gras. Nou, het weer wordt niet veel beter. Zeg maar gerust slechter. En vandaag zijn we opnieuw in Appingedam.
Voor wie gaan we spelen? Voor vader en moeder van Bouke. Jouw vader en moeder? Ja. Ja. En die zijn zoveel jaar getrouwd? Nee, mijn moeder is terminaal. Dat kan één deze dagen afgelopen zijn. Henk was, wanneer was het? Afgelopen weekend waren we hier met bezichtiging van het huis. Met Bouke een kop koffie en dan misschien gaan we even toeten. Ja, kan we toeten. Nou, wat mooi dat we dat nog even kunnen doen. Ja. Ik zie jou wat bewegen daar. Nee, die boom is er niet. Eén eronder. Nee, ik ben nog wel luisteren. Ja, één eronder. Kijk, ja, daar staan ze met z'n beiden. Ach. Nou. Ze zijn net 90. Oh, dat is al wel flink op leeftijd. Hallo. Ja. Ik wil even een kutten. Is dat goud? Oh, hier. We zijn in Groningen aan de Helperzoom. Hoort dat hier? Helperzoom. Ja. Nou, grappig, die computer, die navigatie zo, die kent die niet zo. Nee. Dus ik kwam er 11. Ik dacht, maar dat echt, gaat ze veel sneller zo. Ook in mijn 12 minuten. Ja, ja. Nee, maar dus ja, kloor. Ik ben net voor de eerste keer onder de deur kwam. Oké, ja. Die wordt 35. 50? Ja. Oh, dat is ook een zeker. Ik zat net te lezen dat je Sappemeer stond. Wat wil? Ik was net aan het lezen dat je Sappemeer was. Ja, kom ik even door. Ja, zeilen. Even door, ja. Heb je nog een brief, Mimi? Een brief, Mimi, ja? Ja. In de afstand, Mimi, is de afstand. Heb je een probleem met haar, wat wil? Dan ga ik hem zelf ook even filmen. In de Noord begin je, ja? Liedje wel, ja, lang. Ja, kom weer, ja? Ja, kom, hè? Met z'n allen, dames en heren, hè? Ja, goed zo. Wordt mede mogelijk gemaakt door Patje in Waterhuizen en door Easy Toys in Veendam. Oh, wat een tijd, ja, een en ander leur. Maar geen paniek, want samen gaan we deur. Zeg het tegen